Gaan we eens een keer een leuk kaartje maken. We gaan een leuk kaartje maken voor bijvoorbeeld in een adviesnota of voor in een presentatie. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk ook met de projectenkaart. En ik wil nu eens een filmpje maken voor een bijeenkomst of een kaart maken voor een bijeenkomst met het team voor de binnenstad. Dus ik ga eventjes de projecten aanzetten voor in en vlak rond de binnenstad. Dus de binnenstad, Emma Single Quadrant en internationale knoop XL. Kan ik ook even naar inzoomen. Kan even een andere achtergrond aanzetten, want soms is die grijze achtergrond ook wel heel erg grijs. Bijvoorbeeld de satellietfoto. De kaart kan ik ook anders inkleuren om het wat mooier te maken. Bijvoorbeeld op basis van het aantal woningen. Nu zijn alle bolletjes allemaal dezelfde kleur. En door bijvoorbeeld het aantal woningen aan te tikken, zie je een verschil in de kleur van kleine projecten of zelfs negatieve projecten, want soms wordt er ook gesloopt, tot de grote projecten, zoals in dit geval een Emma Single Quadrant, die dan heel erg rood wordt. Je hebt dus verschillende achtergronden die je kunt selecteren om uiteindelijk die kaart mee te maken. En vervolgens als je denkt van nou, dit is ongeveer het kaartbeeld wat ik wil hebben, ik kan het nog verder inzoomen of wat uitzoomen, druk je gewoon heel simpel op download PDF. En dan verschijnt als het goed is in beeld, zodat ik de kaart die we hebben gedownload. Dus dit is de download die we vervolgens krijgen, die op je computer wordt opgeslagen, met direct ook een aantal grafiekjes van ja, wat wordt er nou in de binnenstad gebouwd de komende jaren, in welke prijsklasse zit het, in welke projectfase. En die kun je dus heel gemakkelijk gebruiken voor in een presentatie of voor in een adviesnota.